gelijk even kijken bij Laura Ibinga. Zij is onze stagiaire van het CIOS uit Heerenveen. En zij heeft een hele leuke wandelchallenge bedacht. En ik ben heel benieuwd hoe dat in zijn werk gaat. Hey Laura. Hey Annemarie. En wat is de wandelchallenge precies? De wandelchallenge is een game in Seppo. Het is een soort wandelroute door heel Oosterwolde. Het zijn meer dan 100 punten die je op de foto kan zetten. En het is gewoon heel leuk als je van wandelen houdt. Dat klinkt heel erg leuk. En hoe kan ik meedoen met deze challenge? Je kunt meedoen door de QR-code te scannen die bijvoorbeeld bij Compaan staat opgehangen. Hij staat op de Facebookpagina van Scala. Hij staat ook op de website van Scala en op meerdere plekken in Oosterwolde. Kun je dat laten zien? Jazeker. Je scant de QR-code die bijvoorbeeld bij de Compaan hangt. En dan word je doorgeleid naar de goede pagina die Seppo heet. En nu zit ik in de game. Oh, ik zie het dichtstbijzijnde punt is de brandweerkazerne. Ja, zullen we daarheen? Ja. Oh, ik zie dat we er zijn. Een GPS-puntje gaat open. Een opdracht. Maak een foto van de brandweerkazerne. Ja. Ik heb de foto verstuurd. En ik zie dat ik punten heb verdiend. Hoe zit dat precies? Ja, bij elke opdracht krijg je 1 punt. En degene die de meeste punten heeft verzameld, krijgt een lokale prijs. Nou, wat superleuk bedacht. Ik ga zeker meedoen. Mooi. Doen jullie allemaal mee? Het is van 3 mei tot 30 mei.